Hey mensen van Town, welkom terug bij een chille zaterdag. Ben je met Jordi en vandaag gaan wij het beruchte bekerspel spelen. Ik zou zeggen, ben je klaar? Nee, ik ben er klaar voor. Oké, hand op tafel. Hand op tafel. Gaan we dit doen? Dit gaan we eerst doen, hè? Oké, dit doen. Oké. 3, 2, 1, go. Kut. Ze blijft vastzitten. En meer klappen. Ik mis er één. Alles. Nou, pak, zit hier nog twee. En meer klappen. Op naar de intro. Dus de bekers staan klaar, we weten wat we moeten doen. Yes. Nou, het idee is dus dat we het zo doen. We staan net een beetje van de tafel, als je net een tikkie kan geven aan de onderkant. Ja. En dat doe je zo en dan hoort je er moeten blijven staan. Probeer jij het eens gewoon voor de grap, kijken of het je lukt. Kijken wie er... Oké, beide hebben dus niet zo heel erg veel geluk. Rick zit daar in de hoek, Rick gaat aftellen. En hebben we nog enkele vragen, nog enkele... Nee, ze zeggen... Enkel woordje of zo, dat je wil doen aan je moeder of zo. Let the battle start. Rick, tel maar af. 5, 4, 3, 2, 3... 2, 1, 0! Typus. Ah, kut! Jouw bekers komen niet van mij! Oké, wacht, ik heb er één. Ik moet er eentje terug van jou. Ik moet beter gewoon één gelijk doen, godverdomme. Eet? Nee, eten. Nee, joh! What the fuck, jongen? Dit is fucking moeilijk. Hoezo? Ja, dan gaat er. Rick, pak die geen van mij, nu! Fuck! Oké, ik moet er nog drie. Maar is kapot. Ik moet er nog twee. Nog wat? What the fuck, gast? What the fuck? What the fuck? Oh, wacht, ik heb hem zo. Oh, kut, mag niet meer. Geen wel lekker trouwens, maar ik wou niet zo hoog doen als Bardo. Ik wou maar niet, ik wou gewoon winnen. Fuck ja man, ik ging opeens fucking goed, ik had een fucking spree. Kom jij met je kutbekers, godverdomme kutspel. Grappig, hij is grappig. Oké, jongens, bedankt voor het kijken, abonneer op Bayern Town en tot de volgende keer, volgende zaterdag. Doei, chillen zaterdag.